Megalomantje hier. Leuk dat je kijkt naar aflevering 68 van Mike of Mee Megalomantje. Nou, dan zag ik me al bijna in een gat verdwijnen. Want zoals je kunt zien, ben ik weer eens in de nether. En ik wil toch wat meer nether kwarts hebben, of hoe heet het? Kijk, hoe heet het? Nether kwarts. Dat is leuk spul. En daar kan ik wel wat mee. Dus vandaar. Maar ja, ik ben nogal ver weg van mijn basis. Ik ben helemaal hier naartoe gegaan via een lange tunnel. En via het plafond van de nether. Zodat ik hier mooie netherkwarts kan vinden. Want in mijn omgeving is het niet echt te vinden. Maar hier ligt genoeg. Ik heb mijn speciale pickaxe meegenomen. Met Fortune 2 erop. Dan schiet het tenminste een beetje op, hoop ik. Zo, het gat weer dicht. Dan loop ik daar straks weer in. Dat moet natuurlijk ook niet. Nou, er zijn al heel wat reacties gekomen op mijn vorige aflevering. Dat vind ik leuk. Maar ik heb nog steeds niet echt een goede naam gevonden voor mijn nieuwe hond. Dus ik hoop dat je nog even een beetje creatief bent. Ik kom wel niet met je eigen naam of zoiets, maar gewoon iets leuks. Anders ga ik hem gewoon Kafka 2 noemen. En dat is ook niet heel erg origineel natuurlijk. Oh kijk, hier ligt lekker veel. Dat hebben we nodig. Nou, ik ga hier nog even door. En dan zie ik je zo weer. Nou, nog steeds niet thuis. Wat verdorie, ik viel gewoon ergens daar een heel eind naar beneden. Ik had nog anderhalf hartje over. Ja, nu ben ik dus verdwaald, want ja. Of ik nog wel, nou ja, ik kan gewoon weer omhoog, maar. Oeh. Dat is in ieder geval nog lekker ver weg. Ik heb ondertussen wel heel wat nether kwarts. Blok of kwarts heb ik ervan gemaakt. En we hebben een kast hier. En alweer bijna 56. Dus dat schiet ook op. Zo. Kijk, hebben we al 66 bloks. Dat is hartstikke mooi. Maar nu moet ik weer thuis zien te komen. Maar ja, voordat ik ga doen vind ik... Hey, een Pikmin. Wil ik eigenlijk eerst nog even wat glowstone meenemen. Want ja, ik ben er toch. Kijk, zoals je kunt zien, net een kwarts dat groeit echt overal. Als je maar ver genoeg weg bent. Ah, komt daar weer zo'n rottig beest achter mij aan. Oeh. En zitten we weer vol. Zo. Waar is die? Nee, ik heb nog steeds redelijk goede bescherming aan, dus... daar is die. Dus wat dat betreft valt het ook wel weer mee. Ik werd net aangevallen door 3, dan wordt het wel heel irritant, maar... Kijk, waar valt dat naar beneden? Nou, dat valt eigenlijk wel. Ja. Dat deed ik niet snel genoeg. Maar goed, zoals ik al zei, goede bescherming. Dat scheelt een stuk. Ook al ben ik bang dat dat natuurlijk straks wel stuk gaat. En in hoeverre kan ik hier nog naar beneden? En wil ik dat ook? Ja, dat wil ik wel.
Ik zie jou wel. Kijken, welke is dit dan? Waar zit je? Dat is zo gek, ze schieten op je en dan zijn ze weer weg. Oh, ik geloof dat ik weer op een goede plek ben aangekomen. Het is wel een en weer slingeren. Ja, daar ben je, jongen. Ah, staat er weer zo. Rattige rotzak voor me. En ik wil geen zombie Pikmin raken. Laat dat duidelijk zijn. Aan de kant, jongen. Het is hier gevaarlijk. Op dieven. Nou, ik moet daar volgens mij weer omhoog. Maar dat weet ik niet zeker. Plum. Ah, nou dit gaat niet goed. Ik word er een beetje moe van. Waar is die nou dan? Ah, wat haal ik die kast. En die gaan maar door, geef mij maar een blaas. Ze steken de hele boel in de hens. Ja, en ze zijn altijd te ver weg. Wow, jongen, pas op. Zal ik het gewoon proberen? Ik was dus van plan om via een nether portal terug te gaan. Maar ja. Die heb ik in een kistje gestopt. Althans, ik heb het obsidian in een kistje gestopt. Nee, dat staat nu ergens hier. Maar dat moet ik eerst weer vinden. Want hier ben ik blijkbaar dus niet helemaal naar beneden gestort. Het enige wat ik weet van coördinaten is dat x op 20 zit. Oh, verkeerde knop. Nou, dat loopt zo wel op. En de hoogte weet ik ook niet precies, maar als ik helemaal naar het plafond toe ga, dan komt het wel goed. Ik schiet het zo niet heel erg op. Moet ik dan die kant op? Nee, die kant in ieder geval niet. Dit gaat wel wat sneller. Nou, dat doe ik dus gewoon met de stenen pikhouwel. Want ja, als je dat met die sneller doet, dan sla je zulke grote gaten. Dat je voordat je het weet je naar beneden flikkert. Dus dat moeten we niet doen. Even kijken. Ja. Ik heb nog wel één. Heb weg met dat spul. Bah. Nou ja, ik graaf nog even door en dan kom ik zelf bij jullie terug. Nou, nog geen seconde later klim ik hier omhoog en wat denk je? Ik kom precies in mijn tunnel uit. Dat heb ik toch wel top gedaan. Ook al zeg ik het zelf. Oh. We rennen nog even naar het gat toe. Ah, ik ben toch aardig verdwaald. Nou, zoals je kunt zien is dit helemaal het plafond. Hierboven zit dus de echte wereld. Alleen je kunt er niet naartoe graven. Dus gaan we ook niet doen.
En dan was ik hier ergens uitgekomen. Dat staat hier ergens. Als het goed is, een kistje. Ja. Daar. Met mijn obsidian erin. Dus die ga ik ook nog even plaatsen. Ik ben wel benieuwd waar ik terecht kom. Eerlijk gezegd. En dan steek ik gewoon in de hens. Dus ik ben benieuwd. Waar we terecht gaan komen. Die kan hier wel in. Ik heb dus altijd nog één. Hoppakee. Oh, dit duurt lang. Wow, wat is dit? We gaan eerst even weer terug. Wow. Nou, het is wel een hele interessante plek om terecht te komen. In de lucht. We gaan mooi naar beneden springen. Er is hier verder helemaal niks te zien. Hoe hoog zitten we? 106 hoog. 2612. Nou, het is helemaal de andere kant van de wereld. Dat is een oceaanwereld, dat kan je zo wel zien. Nou, hier ben ik niet zo blij mee. Dat had ik niet verwacht. Denk ik dat ik even wacht tot het licht wordt. Dan kunnen we precies zien waar we zijn. Dus ik ben zo bij jullie terug. Nou, het is dag geworden. Het enige dat ik zie is oceaan. Ik heb geen zin om hier nou naar beneden. Oh kijk, daar is land. Land in zicht. Nou had ik de distance al. Zo, zet hem nog wat verder. Kijk hoe dat gaat. Gaat in ieder geval heel traag. Ik weet zeker dat ik een land zag. Zo, ik haal er even wat gras op. En dat is de enige manier om dat te doen is met een silk touch. Nou, die heb ik helaas niet op een schep. Maar wel op mijn pikhaal wel, dus doen we het daarmee. Want dit heb ik echt nodig straks voor mijn nieuwe ondergrondse wereld. Ik ben trouwens donderdag al begonnen met het opnemen van deze aflevering. En het is nu zaterdag. En in die tijd is er het een en ander gebeurd. Zo heb ik nu 100 abonnees voor op mijn kanaal. Meer dan 100 zelfs. En daar ben ik ontzettend blij mee. Daar ben ik heel erg blij mee, laat ik het zo zeggen. Dat is toch een mijlpaal. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Dan gaan we dat niet in deze aflevering doen. Want daar zijn we al te ver voor. Maar dat doen we gewoon in de volgende aflevering. Daarvoor maak ik dit gauw even af. Zodat ik gauw verder kan met het maken van de 100 abonnees special. Zo, nou dit lijkt me eerst wel voldoende. Wow. Ik hou niet van zombies die hier blijven wonen.
Hij heeft een ei. Oh, daarom blijft hij daar wonen. Bedankt voor het ei, jongen. Ik ben weer weg. Zo. Nou, dat is het gewoon. Een mooi groot gat. Nog steeds niet helemaal goed. Maar ach, ik kan er wel wat mee. En hier staat al een paddenstoel. En dat is de bedoeling natuurlijk dat er nog veel meer paddenstoelen komen. Hop je mee. Ik weet niet of je al zo'n paddenstoel hebt gezien. Dit is de rood-witte. Er is ook nog een bruine. Maar die ben ik even kwijtgeraakt. En dat kan je natuurlijk helemaal in stukken hakken. En dan krijg je weer een nieuwe. Maar je zou er ook een huisje in kunnen maken. Ook heel geinig. Dat gaan wij niet doen. Dat doen we een andere keer. Maar goed. Nou, dit gat is nog eigenlijk helemaal niet groot genoeg. Daar ga ik ook aan werken. Dat duurt nog wel even. En ik heb nu dat gras meegenomen. Omdat je dan... in principe volgens mij... Als je dat dan hier zo inslaat, dan wordt dit later ook allemaal gras, want gras verspreidt zich. Nou, dat wil ik graag, dat hier gras komt. Zo, en dan ga ik kijken of ik hier nog een paddenstoeltje neer kan zetten. Zo. Dan gebruiken we wat bone meal voor. Hup. Nou, deze werkt dus niet. Dan is daar weer iets mis mee. Dan heeft hij weer te weinig ruimte. Moet dit steentje waarschijnlijk nog weg. Misschien deze. Ze hebben ontzettend veel ruimte nodig. Dat viel mij heel erg tegen. Kijk, hoeveel zit daar tussen? 1, 2, 3, 4. En hier zit natuurlijk maar 3. Nou ja, zo blijf je een beetje aan het klooien. Nou, kom op. Nee, doe dat nog niet. Weg ermee. Nou, dat is volgens mij ook geen goede plek. Doen we die daar. Nou, doe nou. Nee hoor, doen we dat ook weer niet. Dus nou, begrijp je wel waarom ik hier zoveel ruimte nodig ben. Die paddenstoelen doen het gewoon anders niet. Nee, ook niet. Zo, probeer hem nog een keer. Ja, daar is die. Nou, hè. Dory. En dat is nummer 2. Ja, zie je, dat gras groeit er net bij. Er zijn nu al 6 stukjes en er waren maar 2. Dus dat schiet op. Moet dus altijd duidelijk nog wat dieper. Waarom deze hier dan wel wil. Nou ja, het heeft ook met duisternis te maken. Met hoeveel licht er is. Want paddenstoelen doen het niet zo heel erg goed als het heel erg licht is. Volgens mij doen ze het dan helemaal niet. Dus ik probeer hier ook nog weer een. Gewoon normale. Nu is het aardig donker. Daar is het ook redelijk hoog. Ah, ja, die is er ook weer. Nou, cool.
Dat zijn al drie. Dan moeten er nog een paar bruine bij. Die moet ik eerst weer opzoeken. Ben ik kwijtgeraakt. En ik heb natuurlijk dit riviertje al aangelegd. Dat vind ik ook wel heel mooi. Eens even kijken hoe dit er nu uitziet. Het is wel mooier als die wat dieper is. Dus daar maken we nog wat dieper. En dan gaan we een bruine plaatsen. En nog wat dingetjes en wat kleintjes maken. En groen. En dan versieren we de boel nog wat. En volgens mij wordt het dan wel weer leuk. Nou ja, dat is een projectje. Daar blijf ik wel een tijdje mee bezig. Doen we elke dag een beetje. Nou, dan ben ik er nu alweer klaar mee ongeveer. Dan gaan we gauw verder met de volgende aflevering. En die zal je dan volgende week weer zien. Ik dank jullie voor de aandacht. En tot de volgende keer. Later, doei doei. Thank you.